Goedemorgen en welkom bij Dinsdag. Zo lekker om een dag samen met jou te beginnen. Te sê, kom ons stel ons gedagtes. Nou kom ons begin met die woord in ons mond. Paus, kry jou familie en dan sê julle allemaal samen met mij. Die Heere is lief vir my. Sy guns is oor my. Daarom gaan het zo goed met mij. Ons is deel van een familie waar ons als een span saamwerk. Ons bring die beste uit mekaar en ons het baie pret saam. Ek is gedisciplineerd en ek neem wijze besluiten. Ek het meer is genoeg. My beker loop oor, want God is my bron. Daad die woord in jou mond, vir vandag gaan ek jou uitdaag. Sien die type mense raak in jou leven. In Psalm 1 staan daar, gelukkig is die man wat nie sit in die kring van die spotters en nie saamgaan met nie onder die raad van dwaase gaan. En somtijds moet ons net weet wat mense is in ons leven. En ek gaan ook vandag vir jou sê, kyk vandag, wie is mense in jou leven? Daar is mense wat jou gaan toets. Nou, ons moet nie kwaad word vir die mense wat jou gaan toets nie. Mense wat jou toets, bring die beste uit jou uit. So, weet, daar is mense wat jou gaan toets. Die tweede type ou, is een ou wat jou gaan teach. Dis een ou wat jou leer. Nou, as jy hom mis, dan mis jy ook die wysheid. So, sien raak, wie staan in jou leven om jou te leer? Dan kry een mens, iemand wat jou gebruik. Nou, waarvoor is die mense? Is voor ons om te leren om te sê nee. Want iewers moet jy teen die wereld kan staan en as iemand jou misbruik of gebruik, moet jy kan leren om te sê nee. Die vierde type ou, is die ou wat ek vanoggend saam met jou wil wees, om te sê, kom ons, stem saam oor wat goed is. Want wanneer ons saam stem oor wat goed is, bring ons die beste uit mekaar. Daai mense wat in synergie met jou kan lewe. Met daai mense moet jy verhoudings bou en 'n pad stap. Wie is mense in jou lewe? Kies vandag. En kies met wijsheid. Gesels morgenoggend. Bye.